En minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie en Toerisme heeft tijdens een bespreking met de houtsector gevraagd dat er medewerking wordt verleend om een beter beleid uit te stippelen voor de lokale houtproductie. Het ministerie heeft besloten dat per 1 december 2017 de fiscale waarde voor rondhout wordt verhoogd. Ook zal de export van 2 nog te bepalen houtsoorten worden verboden. Onder rondhout wordt verstaan de lange houtblokken met een cirkelvormige doorsnede. Indien Suriname zelf meer rondhout verwerkt, worden volgens de bewindsman arbeidsplaatsen gecreëerd. Hoewel het niet verwachtbaar is dat de lokale marktprijs van hout direct omlaag zal gaan, blijft de minister erbij dat gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing van de problemen binnen de houtsector. De houtexporteurs hebben gevraagd rekening te houden met de mogelijke financiële risico's die zij lopen indien er abrupt tot stopzetting van de export van rondhout wordt overgegaan. De bewindsman is ervan verzekerd dat ons land zal profiteren wanneer er meer wordt geproduceerd.